heeft Matthew Amoah nu de zenuwen in bedwang. Nee! Door Stekelenburg pakt die strafschop. De Zeeuw opgejaagd en afgetroefd door Bakal, die geen overtreding maakt. Engelaar, bal is goed. Toivonen, kans, maar Stekelenburg. De eerste echte kans van de wedstrijd is er voor PSV. Weer Amoah. Oh, wat een knal. En een briljante reflex van Maarten Stekelenburg. Stekelenburg blijft staan en weet dan te redden van dichtbij. Beste kans voor Groningen. Elhan Koeri. Denk op wel anderhalve meter. Weet hij toch Stekelenburg niet te passeren. Holmen. Die had de trekker een keer over namens NEC. Holmen. Ja, paasjes goed. Nou, Bobsen. Bobsen en een geweldige reactie van Stekelenburg. Waardoor Ajax in de wedstrijd blijft. Het paasje is heel leep van Holmen. Pakt goed uit. En Bobsen moet dit natuurlijk afmaken. Wie mag het doen? Weer Zahavi. Nu Max. En nu Stekelenburg. Nu heeft hij wel het antwoord op de vrije trap. De wedstrijd is nog spannend, omdat de 2-0 voor PSV maar niet valt. En hier is dan de fout van Van der Wiel. Wat doet hij nu? Sabir Gines! En Stekelenburg heeft hem te pakken voor de lijn. Hier tijd om eens te kijken wat er nu allemaal misgaat. Ja, van alles dus. Sabir Gines, Stekelenburg, rollen. Heeft de bal te pakken, niet helemaal over de lijn geweest. Geen Berghuis, die de penalty's normaal gesproken neemt. Leroy Ver tegen Maarten Stekelenburg. Maarten Stekelenburg wint en zo blijft het 1-0 in het voordeel van Ajax. En dat kan er dan voor Feyenoord ook nog bij. Heel matig ingeschoten door Leroy Ver. Zien we Luc. Nu die duidelijk de Jong Show in zijn voordeel beslecht daar weer met zijn hoofd aankomt. Prima redding van Maarten Stekelenburg. Ryan Donk, waar is die vanavond ook bestand tegen de druk van het penalty nemen? Ryan Donk.